Helemaal superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Een video waarin ik heel eerlijk gezegd niet zo heel veel zin heb om hem op te nemen. Het idee kwam van een van jullie. Ik werd namelijk uitgedaagd om 7 dagen lang elke dag een ander ontbijtje te nemen dan dat ik normaal gesproken neem. Als je me volgt, dan weet je dat ik altijd kwark met fruit en nootjes of met muesli ontbijt. Altijd kwark. Ik wil daar een keer vanaf en kijken of andere ontbijtjes mij ook bevallen. Wat ik heel af en toe ook neem is havermoutpap. Dus ik mag van mezelf ook geen havermoutpap in de komende week. Elke dag moet het een gezond ontbijtje zijn en elke dag moet het een ander ontbijtje zijn. En dus niet als basis kwark bevatten of als basis havermoutpap bevatten. Wat ik verwacht, ik denk, is dat kwark mij ontzettend goed vult. En dat ik daardoor makkelijk tot 12 uur of tot 12:30 niks kan eten na mijn ontbijtje. En ik verwacht dat ik dus deze komende week heel veel trek ga krijgen. En dat ik heel vaak... Of vaker dan normaal een tussendoortje 's ochtends gaan nemen. Dat is wat ik verwacht, maar dat weet ik niet zeker. Dus we gaan kijken of dat ook zo is en hoe het me gaat bevallen. Dag nummer 1. Het is dinsdag en ik heb hier een geroosterde boterham. Daar heb ik een halve avocado op gedaan en een gekookt eitje. En ik heb er ook nog een beetje kruiden overheen gedaan. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik dit voor mijn doen een vrij karig ontbijtje vind. Ik vind het er klein uitzien. Ik had er liever, dat is Malky, ik had er liever nog een boterham op gedaan. Maar eerlijk is eerlijk, als ik heel veel mensen dit ontbijt zie eten, dan ziet het er zo uit. Dus ik ga het ook hiermee doen. Het is inmiddels tijd om te lunchen en tot mijn verbazing heb ik echt gewoon geen honger gehad. Ik moet ook zeggen dat ik een drukke ochtend heb gehad en dat ik dan dus sowieso minder mijn trekgevoel voel. Dus het kan een geluk zijn geweest, maar dit ontbijtje heeft me goed gevuld. En dat heeft me echt heel erg verrast, want ik dacht altijd dat ik heel veel eiwit en kwark echt nodig had. Maar kennelijk doen goede vetten en evengoed natuurlijk eiwit uit het ei en uit het volkoren brood ook heel veel goed als mijn ontbijt. Dus mijn eerste ontbijtje geef ik zeker een thumbs up. Het is inmiddels woensdag en tijd voor mijn tweede rare ontbijtje. Ik heb hier 4 crackers. Het zijn van die hele dun. Het zijn rogge crackers van de Lidl. Ik denk dat de meeste mensen ongeveer 3 crackers nemen. Maar dan zijn het van die Wasa crackers en die zijn iets dikker. Dus ik mocht er 4 van mezelf. Ik heb er 1 met pindakaas, 1 met ongeveer een kwart avocado, 1 met huttekezen en 1 met een light zuivelspread. Wat ik al een beetje had verwacht, is dat crackers gewoon echt niet werkt voor mij. Ik had om 11 uur, kwart voor 11, had ik echt alweer best wel heel veel trek. En ik had geen tijd tussendoor, want ik heb gewoon aan één stuk door cliënten gehad, dus ik kon niet eten. Dus nu is het 1 uur en nu kan ik gaan eten, maar ik heb echt nu wel heel veel trek. Eigenlijk kom ik er dan ook wel weer een beetje overheen of zo over mijn honger. Dus nu valt het weer tegen, maar ik weet gewoon ik moet eten. Dus ik ga nu eten, maar crackers als ontbijt werkt voor mij niet zo goed. Het is donderdag en tijd voor ontbijtje nummer 3. Ik ga banaan-eipannenkoekjes maken. En dat is heel lang geleden dat ik dat heb gedaan. Je hebt ervoor nodig 1 banaan. Maar ik heb echt mini banaantjes. Dus ik ga er 2 doen. En 2 eieren. Die ga ik door elkaar heen prakken met kaneel. Dat even bakken. Dat doe ik in een heel klein beetje olijfolie. Olijfolie is een gezonde soort vet. Maar het tikt gigantisch hard aan in calorieën. Dus gebruik er niet te veel van. Ik vind het ideaal om zo'n spray te gebruiken. Dus die ga ik nu lekker maken. Zo, dit is het mengsel geworden. Dat ga ik in de pan scheppen. Ik merk dat ik het fijn vind om kleine pannenkoekjes te maken. Want dan kun je ze straks makkelijk omdraaien. Kijk, zo. En nu is het een kwestie van op een laag vuur zetten, geduld hebben, niet aankomen. Dat is niet een van mijn sterkste punten, maar dan kun je ze goed omdraaien. Zo, daar zijn ze dan. Ik heb hier echt wel heel veel zin in, jongens. Ik heb er een beetje kwark overheen gedaan, ongeveer 50 gram is het. En er zit ook nog wat extra kaneel over, want je kan nooit te veel kaneel hebben. MUZIEK
Dag nummer 4. Het is vrijdag en ik ga een mugcake maken. Daarvoor heb ik een banaan geprakt. Ik ga een ei hierin doen en ik ga er havermout bij in doen. En een beetje kaneel natuurlijk, want kaneel is echt live. Ik denk ongeveer 30 gram havermout, maar ik ga even kijken hoe het vermengt en dan vertel ik het je zo. Ja, kijk, zo wil ik dat het eruit ziet. Gewoon lekker alle havermout erin vermengd. Ik heb er ook 25 milliliter melk bij gevoegd. En ik had zo'n hele kleine bananen. Dus als jij een grote banaan hebt, dan kun je misschien wat meer havermout toevoegen. Maar zorg in ieder geval dat je zoiets substantie hebt. Zo, en dan gaat deze in de magnetron voor 2 minuutjes op vol vermogen. Zo, en als hij er zo uitziet, dan is hij klaar. Zo, en dan is dit het resultaat. Ik heb er ook wat warme appel bij gedaan, want ik had dus een hele kleine banaan en ik had wel zin in wat meer fruit en dus ook wat meer vulling. Ja, mijn 4e ontbijtje. Ik heb er zin in. Ik ga dit lekker opeten. Zaterdagochtend, ik heb net hard gelopen en ik kan niet wachten om nu een bak kwark te nemen of een bak havermout. Maar dat mag niet. Dus ik ga mezelf extra uitdagen. Ik ga iets eten wat ik normaal... Oh, telefoon. Dat is mijn werktelefoon. Wie belt een diëtist op zaterdagochtend? Even wachten, jongens. Goed, daar ben ik weer. Maar ik ging dus totaal wat anders eten dan wat ik eigenlijk van nature zou doen. Dit zou ik nooit zelf maken, maar ik vond het juist wel een goede uitdaging. Ik ben er alvast aan begonnen. Ik heb een wrap, want ja, sommige mensen ontbijten gewoon hartig. Laat ik dat vandaag ook gaan doen. Ik heb er light roomkaas, light zuivelspread op gedaan. Hij focust even niet. Ja, dit is beter. Dus light zuivelspread zit erop. Daarna sla, dan avocado, die ik nog over had. Ik ga er ook nog komkommer op doen. Ik heb nog wat tomaatjes. Ik ga er wat koriander op doen. En ik ben een eitje aan het koken. Die gaat er straks ook op. Nou, daar is die dan. Voor mij een heel raar ontbijt. Maar jongens, alles voor de wetenschap, hè? Ik zal je nog even updaten na mijn ontbijtje. Eigenlijk is het me verrassend goed bevallen. Ik vond het best wel heel lekker. En ik heb ook helemaal geen trek gekregen. En zeker door die wrap, zeg maar, omdat die hartig was. Ja, ik ben heel gevoelig voor zoete trek. En als ik dan totaal niets zoet ontbijt, daar doe ik het eigenlijk best wel heel goed op. Maar het is gewoon niet natuurlijk waar ik zin in heb 's ochtends. Maar op zich is het me dus best wel heel goed bevallen. En ook gisteren heb ik trouwens helemaal geen trek gehad voor mijn lunch. Dus tot nu toe is mijn experiment gaat echt beter dan wat ik had verwacht. En ik doe het gewoon heel goed op meer ontbijtjes dan ik had verwacht. Het is zondag. Het is weer tijd voor een ontbijtje. Een gezond ontbijtje dat ik normaal nooit eet. Ik heb hier ook niet zo heel veel zin in. Ik ben mezelf wel aan het uitdagen. Dat wel, hè. Ik vind dat ik alleen daarom al een duimpje omhoog verdien. Ik ga vandaag een smoothie maken. Of eigenlijk een shake. Of ja, hoe noem je dat? Want heel veel mensen ontbijten met een shake. Ik moet je heel eerlijk vertellen, ik doe dat nooit. Want ik vind een shake niet zoveel vullen. Omdat je niet hoeft te kauwen. En ik vind kauwen heel erg fijn. En dat doe je niet met een shake. Ik heb hier 300 ml sojamelk. Want ik zie dat mensen de laatste tijd dat vaak met sojamelk doen. Ik zie trouwens ook vaak dat mensen amandelmelk gebruiken. Persoonlijk kies ik dan liever voor sojamelk. Omdat sojamelk meer eiwit bevat dan amandelmelk. En dus een meer volledige melkvervanger is. Maar dat is even een stukje diëtistische theorie tussendoor. Verder ga ik er een banaan in doen. Ik ga er een paar diepvries aardbeidjes in doen. Omdat het dan lekker koud wordt. En ik ga er een half schepje eiwitpoeder in doen. Voor de extra eiwitjes naast de melk. En een lepel havermout. Of misschien wel 2 lepels havermout. Ga ik even kijken. Zo, 60 gram diepvries aardbeidjes zitten erbij. En dan gaan we 15 gram ongeveer eiwitpoeder doen. Zo. En een beetje havermout. Ga ik een beetje op gevoel doen. Niet te veel, anders wordt het te dik. Nou, wat zullen we doen? Zoiets. Zo. 13 gram is het. En dan nemen we een megaglas. En daar gaat hij. Wauw, hij past echt exact erin. Oh, een halve liter smoothie. Thank you.
Kijk, dat is het dus met smoothies. Ik ben nu precies 3 minuten en 20 seconden, ik had de timer aanstaan op mijn camera, bezig geweest om die smoothie op te drinken. En nu is het gewoon al op. Nu zit ik wel mega vol. Maar ik weet zeker dat ik echt binnen no time weer honger heb. Mijn andere ontbijtjes doe ik altijd veel langer mee. Daar ben ik minstens, 10 minuten, kwartiertje of zo wel mee bezig. Dus ja, dat vind ik het nadeel. En daardoor krijg je gewoon weer heel snel trek. Als jij helemaal niks door je keel kan krijgen 's ochtends, dan is een smoothie misschien wel handig. Maar maak hem dan niet met alleen fruit, maar dus ook in combinatie met melk en een beetje havermout voor wat extra vezels. En ja, zo. Maar ik ben gewoon niet zo'n grote fan. Ik ben heel benieuwd hoe laat ik weer trek krijg. Oké, weer mijn hele theorie naar de Filistijnen, want hoe laat is het inmiddels? 12 uur of zo, denk ik. Nee, wel. Het is veel later dan 12 uur. Het is denk ik wel 1 uur. Half 1 of zo. Ja, ik denk dat het 1 uur is of zo en ik heb nog steeds niet echt trek. Echt bizar. Het is 1 uur. Ja, het is dus 1 uur. We gaan nu wel lunchen, want we zijn in een stad en we gaan straks weer naar huis. Maar goed, mijn smoothie heeft me dus op de een of andere manier toch best wel heel erg gevuld. Terwijl dat normaal gesproken niet zo zou zijn. Dus mijn hele theorie klopt niks van. Het laatste ontbijtje bereid ik de avond van tevoren voor. Ik heb hier 250 ml melk. En daar gaan ongeveer 3,5 eetlepel zoiets chiazaadjes bij. Ik ga namelijk chia pudding, bijna mijn melk komt. Ik ga namelijk chia pudding maken. Ook iets wat ik normaal nooit zou doen, maar voor deze challenge natuurlijk wel. Zoiets denk ik. Ik heb nu 33 gram. Dit roer ik even heel goed door. En dan laat ik het staan. Ik heb het in een bakje al zitten, want ik ga het waarschijnlijk meenemen naar mijn werk morgenochtend. Dus ik roer dit even door, dan laat ik het even een uurtje staan of zo en dan roer ik het nog even door. Het is tijd om even te roeren en ik voeg nu ook aardbeidjes toe. Ik heb hier 100 gram aardbei. Ik vind het lekker als die erdoor vermengd zitten. En ik ga ook pindakaas toevoegen. 10 gram pindakaas gaat hierbij en dan roer ik alles heel goed door en dan zet ik het weer in de koelkast. Kijk, dit is het geworden. Het is een beetje een snotterig mengseltje. Ik geef eerlijk toe, het ziet er niet heel lekker uit. Ik vind het best prima. Er zijn mensen die helemaal weg zijn van chia pudding. Dat heb ik niet. Maar goed, volgens mij is dit het 7e ontbijtje dat ik neem, toch? Ja, vond ik wel een leuke afwisseling om dit te laten zien aan jullie. Ik mag weer mijn eigen ontbijtje. Nee, maar eventjes serieus. Dit experiment viel me 100% mee. Ik had echt verwacht dat ik heel veel honger zou krijgen. Dat kwark met pinda's of noten en bosbessen of ander fruit echt het enige ontbijtje was wat goed voor mij beviel. Maar dat is echt niet zo. Ik moet zeggen, de chia pudding van gisteren viel niet echt heel goed qua darmen. Ik kan het niet helemaal verklaren, maar mijn darmen waren er niet heel erg blij mee. Maar verder hield het me wel goed verzadigd. Dus ook dat kan ik prima ontbijten. Ik ben wel inmiddels erachter dat mijn kwark-obsessie denk ik voornamelijk komt uit gewoon regelmaat en structuur. En dat ik me gewoon heel fijn bij voel. Dat ik 's ochtends niet hoef na te denken wat ik ga maken, maar dat ik gewoon kwark ga maken. Maar ik ga wel proberen in de komende tijd om iets meer te variëren met ontbijtjes, want kennelijk doe ik het er gewoon helemaal goed op. Ik hoop dat jij deze video leuk vond om te zien. Geef zeker even een duimpje omhoog. Vertel hieronder wat jouw favoriete ontbijtje is. Dat vind ik heel erg leuk om te horen. En of ik je geïnspireerd heb om ook wat vaker te gaan afwisselen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag verder en ik zie je heel graag in een volgende video. Doei doei!